Als we op weg naar de plaats Cluny, het kleine dorpje Cercy binnenrijden, zijn we verrast door de aanblik op het beeldschone Château de Cercy. Het is een privékasteel en daarom jammer genoeg niet opgenomen in de route van kastelen in het zuidelijk deel van de Bourgogne. Maar wat een voorrecht moet het zijn om hier te mogen wonen. Cluny heeft de grootste paardenstoeterij van Europa, waar tevens een school in is gevestigd. De plaats bezit indrukwekkende overblijfselen van wat in de 10e tot de 13e eeuw ooit de grootste kerk van de christelijke wereld was. Vanaf de stenen ommuring zien we een van de overgebleven torens, de Tour de Fabre. Aan het einde van de 15e eeuw werd het paleis van Jacques van Amboise gebouwd, dat nu dient als stadhuis. Het oude stadje wordt gedomineerd door de grote abdijkerk, de Saint-Pierre et Saint-Paul, en de bouw van het voorportaal startte pas in het jaar 1130 nadat de grote kerk was ingewijd. De stijl was hoofdzakelijk romaans. Op ons gemak slenteren we door het oude Cluny en belanden zo aan de andere kant van de stoeterij. Het is een prachtig complex met een mooi park, maar naar binnen mogen we helaas niet. Het imposante fort van Berthet-le-Châtel ligt op een heuvel in het dal van Lamartine. De bouw van de burcht begon al in de 10e eeuw en werd verder uitgebreid in de 13e en de 15e eeuw. Ondanks de 4 verdedigingswallen, geheime poortjes en flink verstevigde toegangsdeuren heeft het fort veel moeten trotseren. De vele scherpe pennen op de authentieke deur bij de ingang moesten ervoor zorgen dat het niet zo gemakkelijk was als ongenode gast hier binnen te komen. De rondleiding door het fort is onder begeleiding van een Franstalige gids, maar voorzien van een schriftelijke Nederlandse tekst kunnen we alle uitleg uitstekend volgen. Si bien que le château va se détériorer, absence de toiture, absence de plancher, des vaches qui se promènent dans le donjon lorsqu'il le vend à Michon Pierre Clos en 1706. Les écrits de l'époque parlent de cet aspect vétuste. In het soldatenkwartier moesten de manschappen verblijven onder zeer matige omstandigheden en bijzonder weinig licht. Het fort werd voorheen gesierd door 13 torens. Deze zijn niet allemaal behouden gebleven, zo ook de bovengrondse kapel. De kapel in het benedengedeelte hebben ze echter nooit kunnen vernietigen. Via de mooi aangelegde terrassen met uitzicht op de Val Lamartine keren we terug naar het luxere woondeel van het fort. Hier is tevens de leuke en interessante rondleiding ten einde en hebben we weer veel geleerd over de geschiedenis van het fort van Berthet-le-Châtel.